Hallo, leuk dat je kijkt naar de Wielerflits Live, de enige Nederlandse talkshow over het wielrennen. Het komende uur praten we hier weer bij over de wielenactualiteit van de afgelopen week. En dat doe ik zoals altijd met Jury en ik. En deze week zeker ook met onze gasten Marijn Korevaar en Piotr Havik. Goed dat jullie er zijn. Yes. Afgelopen week ook gekoers, afgelopen weekend. Hoe was dat? Marijn? Ja, het was zwaar. Ik heb in Reukve gereden. Ja, de dorpenomloop? We waren met 6 man van de ploeg en we hebben als team denk ik goed gepresteerd. En het was een harde wedstrijd met 3 pro-continentale teams, wat voor ons natuurlijk wel de wedstrijd wat harder maakt. Ja. En uiteindelijk was het de massasprint en, van een groep of 50 man. En, we waren allemaal een beetje opgebrand, maar we hebben de koers kunnen kleuren. En dat vinden wij als Rabobank heel belangrijk. Dus ja, we hebben zeker wel ons laten zien. En, praten we daar meteen over verder. Is goed. Piotr, bij jou? Ja, ik heb de Ronde van Drenthe gereden. Afgelopen zaterdag, ja, dat was ook een 1.1 koers. En weer een mooie ervaring. Maar ik denk dat we er straks over verder praten. Helemaal goed. Jullie kunnen meedoen. Doe dat vooral. Reageren kan via Twitter, hashtag WFLive, via Facebook chat. Via de Facebook of de YouTube chat. Nou, doe dat volop. Vragen voor deze heren. Of straks voor Tommy Al het Slachtoffer, met wie we nog gaan skypen. Laat het achter, dan gaan we dat voor jullie stellen. Nick, kom jij maar door met de stelling van de week. Ja, er is veel over gepraat afgelopen week. Het weer. De stelling is dan ook: kritiek op toepassen. Extreem weerprotocol is terecht. Ja, afgelopen week zowel een rit in Parijs-Nice als afgelast. In Tirreno afgelast vanwege het extreme weer. Ja. Behoorlijk wat over gezegd daarna. Is die kritiek terecht? Heb je al een tussenstand? De tussenstand op het moment op onze website is 60-40. 60% is het ermee eens dat er kritiek is. En 40% oneens. Even kijken. Ja, stemmen kan nog altijd. Ja, goed. Komen wij later op terug dan ook met hopelijk wat reacties van jullie. Gaan we gelijk door even naar het afgelopen weekend. Want jullie hebben gekoerst, maar ook verder in Europa werd er behoorlijk veel gekoerst. Tirreno Adriatico, Parijs-Nice, Ronde van Drenthe. Laten we even beginnen met de koers die vandaag eindigde. Tirreno Adriatico en hier met de winnaar, Greg Van Avermaat. In een secondenspel tot het laatste moment was spannend. Verrassende winnaar uiteindelijk. Vooraf hadden we dat zeker niet gedacht. Nee. Laten we het zo stellen. Ja, komt dan door die rit, de bergrit, die werd gecanceld. Waardoor eigenlijk de te verwachten namen, zoals Nibali, die zich te boos om maakte, uiteindelijk niet hebben gezien. Nee, nou ja, niet gezien. Dat was de rit die het klassement had moeten maken. Ze stonden nog wel, hè? Nibali, die ook gewoon top 10 rijdt. Ze staan wel in de top 10, maar niet. Ja. En we zien het hier ook niet op de posities waar je ze eigenlijk verwacht. Ja. Hè, met rekening houden met een bergrit bijvoorbeeld. Ja. Nou, je ziet hier nu ook de uitslag van de rit vandaag. En op de 5e plek Tom Lezer in de tijdrit. Zeer verrassend. Zo verrassend dat het inderdaad achteraf niet waar bleek te zijn. Vertel, Jury. Nee, klopt. Lotto Jumbo heeft inderdaad net een uurtje terug persberichten de wereld ingeslingerd dat de tijd van Lezer inderdaad niet goed waar is genomen. Waardoor hij dus als 5e eindigde. Ja. Maar Lotto Jumbo die wilde het fair play. Ja, draagt zij hoog in het vaandel. En, ze hebben gezegd dat het niet klopte. Mooi gebaar toch, heren? Ja, zeker. Ja, dat wel. Komen jullie het vaak tegen dat... dit is dan het allerhoogste niveau, maar bij jullie in jullie wedstrijd, ook UCI-wedstrijd, dat we wel eens wat missen met tijdwaarnemingen? Ik heb er helaas geen 30 seconden of een minuut afgehad, dus ik ben het nog niet tegengekomen. Met die chips wordt het lastig, maar het kan dus kan wel. Gebeuren. Kan ja, blijkbaar. Nee, Marijn? Ik heb het ook nog niet meegemaakt. Maar... Welke wedstrijd vinden jullie eigenlijk mooier, als jullie zo naar kijken van afstandje, Parijs-Nice, Tirreno Adriatico? Welke zou je liever rijden, laat ik het zo stellen. Ja, ik maak het niet uit. Alle twee om een mee te beginnen. En dan kan je het echt goed zeggen, denk ik. Ik denk dat misschien Tirreno de sfeer, de Italiaanse sfeer, nog net wat ontspannender is. Maar ja, wat ligt er een voorkeur aan in welk land jullie koersen? Of dat Frankrijk is of Italië? Nou, ik vind denk Italië wel fijner dan Frankrijk. Ja. Omdat? Misschien wel het land en het eten in Frankrijk. Ja. Hebben we vaak wedstrijden waar het hotel een beetje niet tegenvalt, maar wel wat minder goed is dan in Italië. Ja. Ja, zeker weten. Nou, even terug naar de koers. Sagan, opnieuw
tweede dan in het... Ja, de Mr. Number 2 verslaat de nieuwe Mr. Number 2 een beetje. Zo is het dit voorjaar. 70ste tweede plaats vandaag. Ja, het is echt bizar. Maar goed, vorig jaar ook werd hij natuurlijk ook heel veel tweede. En het moment dat het er echt om draait eigenlijk in het wielerseizoen, pakt hij al de regenboog. 70 tweede plaatsen, maar hij heeft nog meer zegens. Dus uiteindelijk... Of... Waar praat je dan over? Ja. Precies, ja. Ja, denk ik. Veel willen te maar nadoen. Dat geloof ik ook, ja. Ik zou het direct vertekenen. Ja. Maar dan, als je kijkt naar Van Avermaat, die lijkt daar behoren. In de zin van hoe die fietst. Eigenlijk de, wat je net al zei, de normaal gesproken dit nummer 2. En op de manier hoe die nu koerst. Het is alsof we een andere renner zien. Ja, ik heb ook wel gelachen om een tweet van Thijs Zonneveld van het weekend. Die zei, wie zit er in het lichaam van Greg Van Avermaat? Want dit kan niet. Hè? Hij gaat winnen. Koersen winnen in één keer in plaats van dat hij vaak of dom koersen wil ik niet zeggen, maar dat hij toch te veel energie verspeelde, waardoor hij in de nu in de rit van gisteren was dat dat hij toch durfde te wachten, wat hij normaal gesproken nooit zou doen. Klein kopgroepje vooruit met was het klopt vier man Kwiatkowski, Stibar, en hij durft hem in het wiel te blijven zitten, niet over te nemen. Dan wint hij. Nou, dan zeg je, hij heeft goed gereden, juist tactiek. Wie is voor jullie eigenlijk de renner die jullie nu aanspreekt? Sagan, Van Avermaat? Ja, persoonlijk zeg ik dan toch Van Avermaat. Omdat een Belg is, zeker. Oh. Ja, ik moet het zeggen. Nee. Je rent die van Belgische ploeg. Ja. Nee, ik vind gewoon zijn opbouw, hoe die. Ja, hij kwam met heel veel verwachtingen kwam die in het peloton. En dan heeft hij door pech veel meer tweede plaatsen dan overwinningen gehaald. Maar hij maakte altijd koers. En dat heeft hem gesierd. Ja. En dat maakt hem denk ik nu ook wel zo sterk zoals hij nu is. En bij Sagan heeft ook veel tweede plaatsen gehaald. Maar dat ging dan altijd met net wat meer show. En bij Van Avermaat was het gewoon echt erin vliegen. En Van Avermaat natuurlijk de man van de stap der geleidelijkheid. Ja. Ieder jaar een beetje beter. Sagan nu 26 en wereldverdette. Ja. Wat je daarmee aan, hè? Nou, ik vind de positiviteit van Sagan vind ik wel mooi. Dus dat spreekt me ook wel echt aan. Dus. Neem jij dan dingen ook van over? Inspecteer je dan hoe die zich gedragen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik blijf zo dicht mogelijk bij mezelf. Dat vind ik persoonlijk het belangrijkste. Ja. Dus ik heb ook geen idool of zo. Kijk, ik vind het wel mooi. Nooit gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus ik vind het super mooi wat hun presteren, maar echt een idool of er tegen iemand opkijken, nee, dat heb ik niet echt. Nee. Dan afgelopen weekend ook Parijs-Nice, eindigde zondag met Geraint Thomas. Ik denk een iets minder onverwachte winnaar, Jury. Nou, gezien het deelnemersveld, we zien hier onder andere ook Contador en Poort staan. Die hebben natuurlijk op het rondegebied, rittenkoersen van dit niveau, net iets meer laten zien als Geraint Thomas. Maar die is natuurlijk wel al een paar jaar een coming man. Gezien ook de Tour de France afgelopen jaar, dat hij echt tot heel lang meedeed, zeg maar, als knecht van Froome. Maar nu een beetje uit die schaduw treedt en zelf ook laat zien dat hij koers als Parijs-Nice kan winnen. Ook dit seizoen, hoe die dit seizoen al rondrijden, dat is fenomenaal. Ja. En hij zegt zelf dat hij ooit de Tour kan winnen, dus. Nou ja, toen hij dat in het begin zei, dat herinner ik me nog goed. Dat was twee jaar geleden zoiets. Toen werd hem echt voor gek versleten, maar hij komt toch steeds dichterbij. Ja. En mooi, een renner die ook in de klassiekers goed is. E3 gewonnen afgelopen jaar. Is het iets wat jullie ook zouden... Persoonlijk vind ik het jammer dat hij misschien nu zo vroeg de stap naar de rondes al maakt. Omdat hij bij de klassiekers echt op aan het komen was. En ik zag hem ook nog wel Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik winnen. En misschien was het juist mooi voor zijn eigen opbouw om dat eerst te doen. En dan de stap naar de rondes te maken dan nu puur op de rondes. Ja, maar hij loopt natuurlijk ook al naar de 30 toe. Ja, daarom hij moest denk ik ook wel die keuze maken. En zo te zien heeft hij er wel genoeg talent en power voor. Maar hij heeft in ieder geval wel mooi het plekje dat Port met zijn overstap naar BMC heeft gelaten. Is die mooi ingedoken? Klopt, zeker. Door deze plek. Nou ja, gelijk, je ziet dat het uitbetaalt in Nice. En komt erdoor. De man die aangekondigd had ook vol voor dat klassement te gaan. Strandt er op een tweede plek. Ja. Maar ik denk wel de man die de meeste koers maakt in ieder geval. Als altijd. Ik zat toen nog niet televisie te kijken, maar we kregen een berichtje op mijn telefoon. Dat op 50 kilometer komt erdoor
Ja. In de avond ging het, kon ik mezelf betrapte ik erop dat mijn mondhoek ging krul van ja, zie je wel, dat doet hij toch weer. Ja. Zo'n contador truc, want dat heeft hij natuurlijk in het verleden vaker gedaan. Maar nee, ja, die heeft er, wat je zei, wel vol voor gekoerst. Het heeft hem alleen niet de zege opgeleverd. Nee, maar mooi dat hij het weer doet. En dat toont in ieder geval aan dat hij van de komende koers ook richting Tour en alles, dat hij nog zeker niet versleten is. Misschien wel zijn laatste jaar. Maar ja, het is natuurlijk afwachten of hij nog met Steven de Jong ploeg gaat beginnen. We weten het niet. Hij zegt dat hij wil graag afscheid nemen op het hoogste niveau. Ja, wint hij de Tour, dan doet hij dat natuurlijk. Alla Armstrong die dat ook deed. Misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar dat geheel terzijde. Maar nee, kijk, ja, het houdt natuurlijk een keer op. En voor hetzelfde geld is hij nu op zijn top, maar volgend jaar niet meer. Ja. Nick, zijn er nog vragen? Ja, in de YouTube-chat wordt er gereageerd. We hebben het nu over Contador, Thomas Poort, de top 3. Maar de Nederlanders, die zakten er helemaal doorheen, zegt Ribbe de Bie in de chat. Ja. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, een beetje lastig te peilen. Vooraf had ik wel heel erg goede hoop dat bijvoorbeeld Kelderman, Dumoulin en vooral ook Westra had ik heel erg veel vertrouwen in dat die het goed gingen doen. Op zich in een deelnemersveld als Parijs-Nice, gewoon een zware ritkoers, hebben ze het gewoon niet slecht gedaan. Ze hebben al 3 top 15 gereden, maar ze hebben nu ook niet de koers gemaakt. En dat had ik eigenlijk wel gehoopt om dat nu eens een keer... Dumoulin die het als beste doet, die wordt 12e. Ja. Weet ook op die voorlaatste dag... net op een kleine achterstand binnen te komen. Ja. En die zei ook van, ja goed, dit is een beetje volgens mijn verwachting. De eerste keer dat hij weer deelneemt aan een rittenkoers. Met klassementsambities. Ja. Maar ja, Westra, we spraken hem vorige week juist hierover. Over zijn ambities voor dat klassement. Eigenlijk niet gezien. Weinig. Maar, ik moet ook wel zeggen, hij heeft zelf al aangegeven. Diego Rosa en Luis Leon Sanchez zijn de kopmannen. Hij was zelf niet kopman. Maar wordt wel de beste Astana-renner. Ja. Dus wat dat betreft, ja. Ja, ik heb even hier een achterstand. Finish uiteindelijk op 3 minuten 53 in het klassement als 15. Ja. Zijn wel serieuze verschillen. Zeker. Ja. Hoe zitten jullie daar eigenlijk in? Je hoort deze renners die spreken duidelijk uit van... ik wil voor dat klassement gaan en stellen dan een beetje teleur... en krijg je daardoor ook een beetje kritiek te verduren. Houden jullie daar rekening mee met doelen? Nou, Marijn? Onze doelen die... Nou, het is bij ons wel echt gewoon een beetje persoonlijk gericht, laat me zeggen. Niet dat... ik persoonlijk kijk gewoon heel het jaar aan hoe het gaat. En ik zeg niet zomaar van die wedstrijd ga ik winnen of daar ga ik top 5 rijden. Omdat ik dan persoonlijk ook best wel veel druk op mezelf leg. Maar ik denk dat we wel sommige doelen hebben, zoals prof worden volgend jaar of over 2 jaar, dat laten we zeggen onze belangrijkste doelen zijn. En voor die doelen moeten we natuurlijk wel presteren in het jaar. Topcompetitie misschien. Ja, zoals de topcompetitie, dat is een heel mooi doel. Maar werkt druk altijd tegen jullie? Ja, het is wat Marijn zegt, het is de druk die je zelf oplegt. Want als Continental Team heb je gelukkig de vrijheid dat het team niet zegt van oké, jullie dit de renners rijden dat en dat. En die jongens zijn verplicht om daar te winnen. Het is bij iedere wedstrijd krijgt iedere renner wel de kans. En je wisselt de rol er een beetje door als een beschermde rol. En je bent ook weer een keer knecht. En de druk wordt ook niet opgelegd vanuit het team. Het is wel van jezelf natuurlijk. Ja, als je profambities hebt, je moet wel wat laten zien. Maar het is iedere keer weer een moment om te scoren. En ik denk dat Continentals ook gewoon zo de koers ingaan. Van iedere wedstrijd proberen ze gewoon zo goed mogelijk te rijden. En soms lukt het en soms lukt het niet. En als prof kan je zeggen, oké, dit is even een trainingskoers voor mij. Maar als Continental heb je denk ik wat minder luxe. Moet je er dan altijd staan als Continental renner? Ja, ik denk dat het wel iets is wat de profs of waar World Tour teams in mijn oogpunt dan wel naar kijken. Als je een constante renner bent en constant gemotiveerd kan zijn en zo min mogelijk steken laat vallen, dan weten ze wel van oké, dat is wel een renner die er professioneel mee bezig is. Maar dan blijft het nog steeds belangrijk dat je in die professionaliteit en dat constante ook nog kan pieken. Ja. En dat maakt het weer moeilijk. Ja, de laatste Nederlander die deelnam aan Parijs-Nice, die een steekje liet vallen. Wilke Kelderman, die ook voor een klassement wilde gaan. Hij heeft dan eigenlijk net op de weg terug van lastig jaar. Ja. Vorig jaar en dan nu hongerklop. Ja. Dan denk je ook, oei, zonde. Het was zonde inderdaad, omdat hij ook in een relatief korte afstand... Hè, volgens mij dat hij op 1,5 kilometer nog gewoon in het groepje zat.
En hij komt gewoon een minuut later komt hij over de finish. En zo'n hongerklop, hoe zit dat nou? Heb je daar echt... Ja, natuurlijk heb je er last van, maar... Zie je zwart voor je ogen, pap in de benen, hoe zit dat? Nou, het is iets dat je in één keer helemaal leeg loopt. Dat je er gewoon in één keer klaar bent. Als je echt een hongerklop hebt, dan is het gewoon... Dan rij je een klimmetje op en dan is het gewoon in één keer klaar. En dat komt meestal omdat je of te weinig gegeten hebt in de wedstrijd. Maar soms is dat best wel moeilijk, want... Je weet soms dat je moet eten, maar het lukt niet altijd, omdat je het niet altijd wegkrijgt. Dus dat zijn altijd wel moeilijke dingen. En al denk je, nou, het is nog 20 kilometer tot de finish, laat me zitten. Ik hoef niet meer te eten, want ik heb geen honger, dus laat me zitten. En dat zijn vaak de momenten dat je juist moet eten en dat je nog even wat extra energie moet hebben om, laat me zeggen, die laatste kilometers finale te kunnen maken of om er nog bij te kunnen blijven. Maar je voelt hem niet aankomen bijvoorbeeld. Het is gewoon, het is er en dan is het klaar. Nou, ik denk dat je hem soms wel een beetje aan... Ja, het is voor mij lang geleden dat ik hem voor het laatst heb gehad. Maar ja, als je hem voelt komen, is het te laat. Dat is het probleem. Hij finisht op 1.26 dan nog in die laatste rit. Dan is dat nog best knap. Ja, maar als je het ziet op 1,5 kilometer, dan is het weer best veel. Oh, wacht even. Ja, dit is de laatste rit. Dus heeft hem in de voorlaatste rit gehaald. Ja. Kijk, daar finisht hij op 55 seconden. Ja. Ja. Valt dan nog mee. Ja, valt nog mee. Maar het is niet leuk. Zeker niet. Nee, goed. Dan gaan we rond van Drenthe. Afgelopen weekend. Jullie bij de waarde. Jij zat op de fiets, Piotr. Ik zat inderdaad op de fiets. Wat was het voor wedstrijd? Het was een wedstrijd door Drenthe heen. Over alle kasseitjes. Leuke wedstrijd? Ik vond het de organisatie goed gedaan. Het was op zich goed georganiseerd. Een dag van tevoren kon iedereen er naartoe. En het parcours was veilig, was afgezet. Maar juist door weinig wind en doordat het toch wel een technisch parcours was en die kasseistrook was het heel de prachtig dag door weer, te prachtig weer, was het heel de dag door stress en chaos. En dan ligt het niet zozeer aan de organisatie en het parcours, maar dan ligt het gewoon aan de renners dat iedereen gewoon 55, 60 naast elkaar rijdt, een breed peloton. Je kan nergens inhalen, maar het gaat wel ontzettend hard en het is iedere keer gewoon een voorbereiding van een massasprint. Zowel voor de kasseistroken als voor de Vanberg. En ja, misschien de mooiste vergelijking die ik kan maken, net zoals Milaan-Sanremo naar de Poggio toe. Het is gewoon een loterij. Je moet geluk hebben dat er niet wordt gevallen en dat je voorin zit. Zit je voorin, ben je mee. Zit je niet voorin, ja, dan kan je Cancellara zijn, kan je Sagan zijn. Dan kom je er ook niet meer. En dat is net een beetje het jammeren. Dus het goede weer mis. Maar dan wordt het toch geen massasprint. Nee, zelfs een klein groepje dat op de Vanberg was nog weer weg te rijden. Ja, en dat komt door die, door die hectiek. Ja. Iedereen gaat als gekken naar die Vanberg toe. Dan kom je op dat smalle baantje en dan leggen ze het redelijk stil. En dan weten ze van ja, het gebeurt pas op de Vanberg. En ik draaide twee keer als 40ste of als 50ste op. Maar je staat als je buiten de top 20 zit gewoon echt stil. Je ziet die eerste jongens, die pakken die bocht nog net 20 of 25, 30. En die zijn vertrokken. En jij staat stil te wachten tot je kan. Ja, en dan zitten er of knechten tussen die zich opofferen. Of jongens die of een gat laten vallen. Ja, en dan krijg je niet meer dicht. Want het is afdalen, links, brede baan, op de kant, alles op een lint. En nog een keer links en je zat weer bij de versmalling. Ja, en dan zitten er net een paar renners van Roompot en Lotto naar voren van voren. En die blokkeren de weg. En dan moet je een veldrijder zijn om naar voren te rijden. Maar ja, dat hoort dan weer niet bij de wielersport. Dan heb je gewoon pech. Ja. Zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Maar er werd gewoon hard gereden. En het zijn ook zeker goede renners die wegreden en ook wegbleven. Maar het was een speciale ervaring. Ja, en een mooie winnaar. Jesse Asselman. Absoluut. Uitstekend gespeeld van Roompot. Ja, vertel. Op een gegeven moment, je zegt al, op Vanberg rijdt er een groep weg. Daar rijden weer een aantal renners bij weg. Uiteindelijk blijft Bernd de Vries ervan over. Die toch wel een lange solo rijdt. Die... Wel grappig, vooraf nog kritiek had op de wedstrijd. Dat er wel eens wat moest veranderen in de Drenthe. Terwijl hij zelf in de volle finale eigenlijk heel lang op winst af leek te stevenen. Maar ja, op een gegeven moment in de achtergrond reden nog 3 man van Roompot of 4 man. En eigenlijk maar 1 man van de ploeg die het moest doen. Dat was Lotto Jumbo natuurlijk. Met Groenewegen, die wel als een beest tekeer ging, moet ik zeggen. Die zelf gaten dichtreed, zelf achter renners aansprong. Ja, want er was een groep van 20 man weg ongeveer. Ja. Met hoeveel renners van Roompot? Met 5. Met 5? Ja. En alleen Groenewegen van Lotto Jumbo. Laten we eerst even luisteren naar de winnaar, die overigens ook
jarig was. Dus zichzelf een mooi cadeau gaf. Ja, laten we luisteren naar Jesper Asselman. Jij sprak hem over hoe hij de koers beleefde. Ik weet dat het een koers is die mij goed ligt. Met zo'n Van Berg en wat de kasseien, de chaos. Daar hou ik wel van. En ja, uiteindelijk... krijg je dan een prachtige dag met niet te veel wind en een zonnetje en milde temperaturen. En dan weet je wel van, het zal lastig worden om verschil te maken. Maar uiteindelijk blijkt het parcours toch gewoon zwaar genoeg om op de Van Berg met een groep weg te rijden. En dan weet je wel dat er een kansje is om voor de overwinning te rijden. Ja, knap gereden. Zaten in ieder geval goed attent voorin met verschillende renners. Eigenlijk de koers gedragen in die finale. Ja, en gewoon goed gespeeld. Ze wisten dat Groenewegen de snelste man was. Die zit alleen, ja. En zij zitten met 5. Moet je gewoon om beurten aanvallen. En dat deed eerst Bennen de Vries. Die werd teruggepakt. En vervolgens ging Asselman op 1,5 kilometer van het einde. En die had een gaatje en dat kreeg ze niet meer dicht. Vorige week in de vooruitblik op deze wedstrijd, toen Michel Cornelis in de studio zat, toen zeiden we ook van Lotto Jumbo, de enige wereldploeg, die moet hier dan toch zeker als topfavoriet aan de start staan. Maar die lieten het af weten, kunnen we wel stellen. Goed ook. Ja, Groenewegen die als derde finished uiteindelijk, die bond er ook geen doekjes om in zijn reactie. Laat even naar luisteren. Dus vandaag ben ik gewoon echt niet tevreden. Ja, wel over de vorm, maar niet over de uitslag. Nee, dat was ook duidelijk te zien. Je kwam over de finish. Je sloeg echt hard op je stuur. Als World Tour ploeg zitten jullie in de finale, een kopgroep van 20 man zo'n beetje. Zit alleen jij daarbij? Hoe leg je dat uit? Ja, dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Er zijn niet echt excuses voor. Ik denk dat de ploeg gewoon niet goed genoeg was. En, ik denk dat ik zelf wel echt gewoon goed genoeg was. Alleen hadden we gewoon met veel meer man mee moeten zitten. Dus je ziet dat Rompot wel gewoon met 5 man mee zit en ik in mijn eentje. Ja, dan weet je dat het een hele moeilijke finale gaat worden. En dat we vandaag nog gewoon niet goed gepresteerd als ploeg. Ja, harde woorden voor zijn ploegmaten. Klopt. Hij was ook niet mild. Ook in de persconferentie na aflopen zei hij ook... we hebben gewoon echt gefaald als ploeg. Was echt oprecht boos. Ook op het podium zag je gewoon hem op zijn lip bijten van frustratie eigenlijk. En het is ook niet gek, want hij won met 2 vingers in zijn neus die sprint die er volgde. zit er wel nog 1 mannetje of 2 mannetjes mee van Lotto Jumbo. Ja. Dan blijft het bij elkaar en wint Groenewegen gewoon, pakt hij de derde zegen. Ik vind het wel een verademing om dan naar zo iemand te luisteren die tenminste durft te zeggen waar het op staat. Ja, en dat is ook de winnersmentaliteit die jongen eigenlijk heeft. Letten jullie dan op in zo'n wedstrijd als Lotto Jumbo als enige wereldploeg eraan zit en je zit in zo'n kopgroep, kijk je dan wel even van, die zitten maar met 1 man. Gniffel je dan? Ja, daar ben je wel, moet je wel scherp op zijn op dat soort dingen. En ik denk vanuit Lotto Jumbo zijn dat misschien wel de lastigste koersen die je kan rijden als je als enige World Tour team er staat. Ja. De druk is hoog, je moet het doen. Maar ja, uiteindelijk zijn ze ook maar met 8. En Pro Conti en World Tour, dat niveau komt zo dicht bij elkaar dat je bijna niet kan zeggen van Lotto staat er, die moeten dan 1, 2 en 3 worden. Dat is absoluut niet waar. Want waar zat jij in deze koers? Waar 20 man vooruit? Ja, ik zat in die groep daarachter. En ik heb nog zoveel mogelijk mijn best gedaan om onze sprinter dan naar voren te krijgen. En wie was dat? Dat was Emiel Vermeulen. Dat is onze snelste man. En die heeft, ik weet niet exact wat zijn uitslag was, maar ik ben 38ste geworden. Dus ik heb niet echt lekker mee kunnen sprinten. Een beetje last van de hamstrings. Overigens reed Elmar Reinders wel weer in de achtergrond een hele knappe koers. Ja, die zat er wel bij. Die zat er wel bij. Die maakte ook achter Bernd de Vries reed op een gegeven moment een groepje van een man of 5-6. En daar was hij wel weer bij. Het verbaast me eigenlijk zeer dat hij nog steeds geen... is er meer, gisteren 24 geworden. Dat hij nog steeds niet een prof is. Een prof is, ja. Is dat iemand die jullie ook opvalt, bijvoorbeeld? Nou, hij rijdt zeker wel sterk. En het is een hele sterke jongen. Maar ja... Of is het gek dat ik... Nou ja, zoals Roompot, het is echt wel een jongen voor Roompot of misschien nog wel meer. Maar hij is wel echt zeker sterk, ja. Er werd ook bij de vrouwen gekoerst in Drenthe. Zaterdag het tweede manche van de World Tour voor vrouwen, die voor de eerste keer is. Met Chantal Blaak die daar wint. En weer een renster van Poel Dolmans die zegeviert. Die ploegen, die winnen momenteel bijna alles. Nou ja, het grappige was eigenlijk dat tijdens de koers, de wereldkampioen, Lizzie Armstead, rijdt ook voor die ploeg.
Die moest al vrij vroeg opgeven, want die was ziek. Nou ja, daarmee viel eigenlijk de topfavorieten weg. Was ook mooi om te zien dat die vrouwenkoers eigenlijk gewoon op wat jij ook zei, die smalle wegen beslist werd. Van de Breggen die een keer goed doortrok, zaten vier rensters mee in het wiel. Het brak en de koers was gemaakt. Die kwamen er ook nooit weer bij. Dat waren deze vier dames. Vervolgens was dat inderdaad, wat ik zei, mooi om te zien dat het daarbij bleef. En in de finale probeerde Gracie Elvin nog met een late uitvalspoging om die andere drie te verschalken. Maar Blaak was gewoon verreweg de sterkste. Ja, wat ik net al zei, de Vrouwen World Tour sinds dit jaar bestaat hier. Ja. Tweede editie dit. Maar het lijkt niet echt van de grond nog te komen door de UCI. Ik las een terecht commentaar, vond ik, van Roy Schiemer van Cycling Online. Die ook zei van ja, de echte meerwaarde nu na de introductie van de UCI lijkt er niet te komen. Vorig jaar nog livestreams bijvoorbeeld van wedstrijden, nu helemaal. Ja, van de World Cups dan. Van World Cups, ja. Nu eigenlijk bijna niet. Bij Strade was natuurlijk helemaal geen beeld. Bij Strade Bianchi niet. Hier deed RTV Drenthe alles. Dat vond ik wel mooi. Ook in de perszaal was het wel makkelijk dat je een beeld had van de koers. Het is niet echt dat het echt loskomt. Een mooie anekdote misschien nog wel. Ik zat na afloop te wachten in de perszaal voor de persconferentie die beloofd was. Vervolgens kwam daar niemand, want dat was niet goed gecommuniceerd. De dopingcontroleurs hadden er meegenomen. Op een gegeven moment kwam dan Anna van der Breggen, die nu leider is in de World Tour. Die kwam binnenzetten en er zaten twee vrouwen van respectabele leeftijd. Ja. Excuses als dat niet zo is trouwens, maar goed, daar komen we dan wel op. Die zaten daar vrijwillig, doen vrijwillig hun werk, maar wisten niet wie Anna van der Breggen was. Dus Anna stapt daar binnen met Koos Moerenhout en die zegt, ja, ik kom hier voor de persconferentie. En die vrouw zegt, ja, wie bent u? Ja. En Anne van der Breggen zegt, ja, ik ben Anne van der Breggen, leider in de World Tour. En zei, oh, maar jij hoeft helemaal niet. Dus Anne van der Breggen zegt, nou prima, dan ga ik ook weer. En die stapt op fiets en weg was. Ja, dat is wel jammer, want zo moet het natuurlijk niet als je zo'n World Tour zo mooi inkleedt. Ja, want aandacht en interesse genoeg, ook de koers verlopen worden steeds interessanter. Nou, straks zijn ze onder van Vlaanderen, gaan we het hier voor wel zien, want dat wordt gedeeltelijk wel uitgezonden op televisie. Dag later, een comeback waar de nodige aandacht wel naartoe ging. Marianne Vos, die in de acht van Drenthe acht, ja. Haar comeback maakte. Jij sprak haar. Dat klopt. Ik vroeg haar of haar tiende plek, want ze werd tiende die dag, voor haar als een overwinning voelde. Nou, de start die voelde eigenlijk al als een overwinning. Uiteindelijk, de uitslag was voor mij iets minder van belang. En tiende plek was lekker. Ik zat mee in de kopgroep. En dat was eigenlijk de grootste winst. En ik heb vooral heel veel plezier gehad om er weer tussen te zitten. Mm-hmm. Is het ook iets wat je gemist hebt al die tijd? Ja, absoluut. Ik heb echt de competitie enorm gemist. En het langs de kant staan, dat verveelde behoorlijk. En dan is natuurlijk trainen is fijn. En als je daar vooruitgang in boekt, dat voelt ook goed. Alleen uiteindelijk is het wel de competitie waar ik het echt voor doe. En waar ik al die tijd in de voorbereiding in steek. En dan is het wel, wel prettig om te constateren dat het in ieder geval niet voor niks is geweest. En dat ik er wel redelijk goed voor sta. Ja, je start ook op de zondag, hè, wat ik net al zei, de Drentse 8 in die 1.2 koers. Waarom juist daar en niet een dag eerder in de Ronde van Drenthe bijvoorbeeld? Ik vond juist Dwingelo een hele mooie koers om mee te starten. Na de eerste World Tour wedstrijd in Nederland, of de tweede inmiddels, na Strade Bianche. En dat had voornamelijk te maken met de selectie die al voor ons al eerder bekend was voor de World Tour. We hebben natuurlijk een sterke ploeg, dus ja, ik kan daar ook niet zomaar en ik wil daar ook niet zomaar mijn plekje op eisen in die ploeg om te zeggen van ik ga eens testen in de World Tour. Het leek mij veel meer geschikt om in die koers erna te testen. En ook daar is natuurlijk gewoon een hoog niveau, staat de wereldtop wel aan de start. Maar hangt het iets minder af van punten en hangt er iets minder groot belang aan. Ja, het hele gesprek met Marianne Vos, dat komt morgen op ons YouTube-kanaal. Waarin ze ook nog best opmerkelijk nieuws heeft. Laten we één dingetje daarvan alvast van weggeven. Aantal koers die ze sowieso niet gaat rijden. Ja,
Ze gaat bijvoorbeeld onder andere de Ronde van Vlaanderen overslaan. En er gaan waarschijnlijk meerdere grote koersen zonder Marianne Vos aan het vertrek. Ja, dus een hele geleidelijke terugkeer in het peloton. Over haar Olympische ambities. Daarover morgen meer op ons YouTube-kanaal. Pjotr, even voor duidelijkheid. Geen familie van die andere Havik binnen het team. Geen familie van Juri Havik. Nee. Wordt dat vaak gevraagd? Ja, wordt best wel vaak gevraagd. Want Havik is niet een naam wat ontzettend veel voorkomt. Maar ja, we zijn zelfs geen verre achter, neef of wat dan ook. Nee, en wat toevallig nu. Ja, en heel toevallig nu in hetzelfde team. We zagen elkaar heel vroeg bij de jeugd. Ja. Want ik begon in categorie 1 en hij zat toen in categorie 4 of 5 al. En je houdt elkaar een klein beetje in de gaten omdat het een naamgenoot is. Ja. En nu bij elkaar in het team is best wel grappig. Ja. Liggen we ook wel eens op de kamer? We zijn nog niet zo op veel meerdaagse geweest, maar er is gewoon binnen heel het team goede klik met iedereen en ook met Juri. Hoewel, ik heb inderdaad in Spanje met hem de trainingskamp, was het 7 dagen op de kamer gelegen. Ja. Je hebt in jouw eerste jaar met het peloton verschillende ploegen gehad. Ja, klopt inderdaad. Opleidingsploeg van Quickstep, Rabobank ook. Ploegmaat geweest van Mreina. Twee jaartjes inderdaad. Nou, nu bij 3M. Is daar een reden voor dat je verschillende ploegen hebt? Ja, helaas. Ik ben wel een renner die het liefst zo lang mogelijk bij één team blijft. Omdat ik best wel van het opbouwen van een team hou. Ja. En een goede teamspirit opbouwen. En een mooie structuur waar je mee werkt. Maar helaas mocht het bij Quickstep niet zo zijn, omdat ik het financieel gewoon niet redde. Want er was geen Continental Team, dus ik kreeg niet betaald. En bij het Ethics Team, wat toen nog eerst Continental was, was gewoon geen plek. Er waren maar 12 renners en de plekjes waren heel schaars, dus dat lukte niet. Dus toen moest ik de stap naar de Rabobank maken. Wat toen een hele mooie optie was. Want eigenlijk mijn geluk was dat ze uit de piramide gingen. Ja. En je daardoor van Quickstep meer vrijheid kreeg. Nou, toen 2 mooie jaren bij de Rabobank gehad samen met Marijn. Helaas het laatste jaar last van een blessure. Dus toen werd het werd een beetje twijfelachtig of ik snel genoeg ging herstellen van die lange blessure. Of ik wel weer op niveau kwam. En toen zeiden ze wat denk je ervan? Ik zei, ik weet het zelf nog niet. Ik durf het ook nog niet te zeggen. En toen kwam 3M al wel naar me toe. Ze zeiden willen wel. We horen van je blessure. We hebben een renner gehad met precies dezelfde blessure. Dus ze wisten hoe ze daarmee overweg konden. Christophe Sleurs. Die heeft echt exact dezelfde blessure gehad. En dat gaf mij ook gewoon vertrouwen. En dat ze jou weer terug op de rails dat zij wisten hoe je met die blessure om kon gaan. En ik had eigenlijk ook van, wat heeft het gekost? Het was een blokkade in mijn bekken en bij het SI-gewricht, waardoor er een zenuwknel zat en knel bleef zitten. Ja. En dat is hetzelfde als... Is dat die bekende zenuwknel bij wielrenners? Ja, ik weet niet of die hoe bekend die is, maar het voelt alsof er een prikkeldraad vanaf je kleine teen door je kuit, door je hamstring, zo naar je bil aan wordt gespannen. En als dat eenmaal begint, dan is het klaar. En het is ook een operatie? Het kan geopereerd worden, maar het is heel, heel risicovol. Ja. Meer kans op pech. Hoe is dat bij jou opgelost? Uiteindelijk door heel veel stretch- en core-oefeningen te doen. En heel, heel fanatiek ermee bezig te gaan. Maar eerst wist ik dat nog niet. Maar als je zo'n blessure dan krijgt op zo'n relatief jonge leeftijd, spook dan ook wel door je heen van, gaat het me dan überhaupt nog wel lukken hoogste stap te maken? Ja, je krijgt absoluut twijfels. Want ik wist ook met de pijn die ik wel eens had in wedstrijden, dat je dan die stap naar de World Tour niet zou kunnen maken. Dat gewoon niet mogelijk is. En dan ga je twijfelen. Maar omdat je zo van die sport houdt, blijf je zoeken. En ik ben echt 10-12 weken lang zoekende geweest naar de juiste personen die mij konden helpen. En uiteindelijk kom je dan via allerlei tips ook weer tot de juiste oplossing die heeft geholpen. En nu nog steeds volle vertrouwen in om ooit die stap... Ja, dat wel. Absoluut. Zeker nog genoeg ambities. En kijk, ik ben vierdejaars belofte. En sommigen zeggen van vierdejaars belofte, dat is dan je laatste jaar. Maar als je bij een mooi team op continental niveau verder kan groeien en 3M misschien ook nog steeds pro-conti ambities heeft, zal dat heel mooi zijn. Maar je moet het gewoon stapje per stapje. Ja, want als jij in principe volgend jaar bij je ploeg zou kunnen blijven, is dat voor jou, Marijn, wel wat lastiger. Want je zit bij Rabobank. Houdt het ermee op?
Ja, ze... De sponsoring door Rabobank is de sponsor houdt op en ze zijn nog druk op zoek naar een volgende sponsor. En we proberen daar allemaal een steentje bij te dragen door te presteren en met z'n allen ervoor voor te gaan. Ja. Zodat we toch een beetje in de picture kunnen rijden en dat we toch die ploeg door kunnen zetten. Want het is gewoon een supermooie opleidingsploeg en jongens met veel ambitie en daar werken we hard voor. Krijgen jullie daar ook iets van mee? Of wanneer er iets speelt, zeg maar? Of wordt dat een beetje... Nee, dat wordt echt gewoon een beetje binnen de begeleiding gehouden. Ja. En ze zeggen dat wij er geen zorgen over hoeven te maken. Dus wij... Lukt dat ook? Ja, op zich wel. Ik ben persoonlijk ook vierdejaars, dus grote kans dat ik überhaupt weg moest, laat me zeggen, volgend jaar. Ja. Dus ik denk dat we er zo weinig mogelijk mee bezig moeten zijn als ploeg. En dat we gewoon een vertrouwen moeten houden in de begeleiding. En dat het volgend jaar voor sommige jongens gewoon door mag gaan met een nieuwe sponsor. Ja. Goed. Nu is het zo, je zit ook in topcompetitie rijden. Ja. Twee in de Stijl van Zwolle, twee truien mogen ontvangen. Ja. Maar die bollentrui ga je niet mogen dragen, heb ik begrepen. Want omdat je ook jonger... Nee, klopt. Ja, of ik moet de volgende wedstrijd zo slecht rijden dat ik die bollentrui de volgende wedstrijd kan dragen. Maar dat is niet de bedoeling. En ik probeer eerst die jongere trui te verdedigen, omdat dat voor mij persoonlijk belangrijker is. En om zoveel mogelijk punten te pakken, ook gewoon voor het algemeen klassement, voor de oranje trui zelf. Ja. Zodat je misschien straks volgend jaar een die oranje trui... Ja, wie weet. Ja. Over punten pakken gesproken, dat kunnen we nu ook gaan doen in het volgende onderwerp van deze show, namelijk de quiz. Yes. Pak de belletjes er maar bij. We gaan er weer aan beginnen. Pak je belletjes erbij. Ik heb voor deze keer 6 renners gekozen. De vraag is, maar waar rijdt hij? Ik laat de foto zien. Wie het eerst op zijn knopje drukt, die mag antwoord geven. Dat scherm? Welk scherm komt het? Op het scherm. De onderste schermen komen. Ja. Laten we beginnen met nummer 1. Want dat is David Arroyo. Zo. Joeri, er was veel twijfel. Ja, ook maar ik denk toch dat hij er nog steeds rijdt. Bij Caja Rural. Hij rijdt nog steeds bij Caja Rural. Hij is inmiddels 36 jaar oud. Ja, te laat, jammer. Hij werd in 2010 tweede in de Giro. Reed nog een tijdje in het roze. Heeft in 2008 een Vuelta-rit gewonnen. Ja, Soigné Duval heeft hij, geloof ik. Kerstepanje. De nummer 2 is Vegard Stake Lengen. Of Lion, hoe je dat uit moet spreken. Dat is Noor, dus dan moet hij het weten. Nou, ik weet het echt niet, man. Ja, gokker. Ken je hem wel? Dan Team Joker. Nee, daar komt hij wel vandaan. Maar het is prof. Is Maxim. Dat Rotskoda? Nee, ook niet Rotskoda. Dan heb je twee kansen. Ik ga het gewoon proberen. Joeri. Kom op nu zeggen. Delco Provence Marseille KTM. Het is een World Tour ploeg. Ik geef de laatste kans. Het is een World Tour ploeg. Trek. Dat zal wel Katusha zijn. Geen Trek. I am Cycling. Weer die Weer I am Cycling. Niet om mij eens even die selectie goed. Kom op, de volgende. De derde is voor Pjotr. Jaap de Man. Ja. Maxim was sneller. Als ploegmaat dat deel zei, hij is van Pjotr. Ik dacht, dan hoef ik niet meer te drukken. Ik ben toch even punten te pakken. Maxim was sneller. Dat is ploegmaat, 3M. 3M, heel goed. Yes. 22 jaar, hij had al 3 jaar bij 3M. En werd 17 in de Ster van Zwolle. Ja. Leuk. Nummer 4 is Nathan Brown. Trek? Niet Trek. Ik denk Cannondale. Cannondale is goed. De derde die kom is, maar weer te laat. Hij is 24 jaar, is het derde jaar bij Jonathan Volters in de ploeg. Hij is 2 keer tijdig het kampioen bij de belofte geworden van Amerika. Zo, hier ben ik blij mee. Nu ligt de druk op de schouders voor jou. Nu kunnen we nummer 5, want dat is Marco Canola. Rijn. Lampre. Nee, niet Lampre. Joeri. Novo Nordisk. Ook niet Novo Nordisk, wel die kleuren trouwens. United Healthcare. United Healthcare is goed. Druk is eraf. Ja. Heeft iedereen nou eentje goed? Ja. Iedereen heeft eentje goed. En we hebben er nog één te goed. De winnende. Nou, is golden goal. Ja. Gavin Mannion. Hij drukt gewoon voor, hallo, voor die foto. Dat mag dus niet aan jullie. Even jullie nee, ik ben niet jury.
Nee, niet Cannondale. Nou ja, ik weet het niet. Nou, Juri dan? JPEG. JPEG. Is goed. Alright! 24 jaar, Amerikaan. En zijn eerste jaar bij JPEG. Nou, hij werd vorig jaar nog vierde in de USA Pro Challenge. Achter Dennis, Rowan Dennis en Brent Boekholter. En nu overgestapt naar JPEG. Nou. Zit er al een paar jaar aan te komen, maar die mist het laatste stapje nog. Dat ene stapje mist hij inderdaad. Ja. Nou, jullie hebben jullie goed gehouden. Weer Juri als winnaar. Geen specialist, hè, ja. hebben we geen klagen. Hoop ik. Goed, dan nog even terug op vorige week. Kort nadat wij hier met Cornelissen zaten, ik meen de dag erna zelfs. Ja. Groot nieuws: Kai Reus die naar Rompot gaat. Ja. Twee weken geleden was Kai Reus hier te gast. Dus jongens, even voor de zekerheid: niet dat wij weer achter Netflix hebben jullie lijntjes lopen kortstondig met Rompot voor de overstap. Ik zeg niks, ik moet niks doen. Ja, maar ik zei, dat was hetzelfde antwoord als Kai. Nee. Oké. Okay. Nee, goed. Maar ja, mooie overstap. Ja, absoluut. Prachtig voor hem dat hij nog zo'n kans krijgt. Ik heb er ook met Erik Breukink nog over gehad dit weekend. Die zei, ja, het is gewoon een jongen met toch wel veel ervaring. Daar nog gewoon een goede motor in zit. Ja. En nog steeds de ambitie heeft om door te groeien. Daarom geven ze hem nog een kans. Ook, wat ik wel mooi vond. Hij had natuurlijk ook naar Lotto Jumbo gekund. Tenminste, die waren ook in de race. Maar hij heeft heel bewust voor Rompot gekozen. Omdat hij graag die vrijheid wil die ze bij Rompot hebben. Die, net als eigenlijk een continentale ploeg, ook vaak zonder kopman starten. Terwijl je bij Lotto Jumbo gewoon vaak al in een rol wordt geduwd. En dat wilde hij niet. Ja, en ik las wel een reactie onder het bericht dat er Rompot al werd verweten van hoe kun je nou op basis van één goede prestatie in de omloop hem kiezen. Maar ze hadden hem al langer op de radar staan, zeiden ze dan. Hoe hebben jullie eigenlijk naar hem gekeken? Volgen jullie dat dan een beetje, hoe iemand zo'n terugkeer maakt in het peloton? Of gaat het wel langs je heen? Nee, ik heb het niet echt gevolgd, maar ik zag hem wel heel hard rijden in. Waar was het? Omlopend Nieuwsblad? Omlopend Nieuwsblad, ja. Maar denk je dan ook van shit, die pakt een plekje in? Dat dacht ik eerst. Nee, shit, weer een plekje minder. Maar nee, dik verdiend. En super mooi dat hij nog een kans krijgt. Ja. Ik heb hem een klein beetje kunnen volgen natuurlijk, omdat hij vorig jaar al voor Veranda Willems reed. En dan hou je dat wel een beetje in de gaten. En ik vind vooral zijn verhaal en het terugvechten. En dan uiteindelijk nu na eigenlijk pas één goed seizoen weer op Conti-niveau. Dan al daar staan in de ronde in het nieuwsblad. Dat laat gewoon zien dat hij die stap waard is. Ja, het toont wel dat de aanhouder wint. Ja, absoluut. Ja, dan nog iemand die een terugkeer maakt komende vrijdag in de handzame classing. Chris Boekmans. Hard gevallen een half jaar geleden. Pas eigenlijk in de Vuelta. Doodsmak. Ja. Nu weer terug op de fiets. Beetje, nu kun je me zo bedenken, best wat parallellen met Kai. Lastig. Ook komen minder lang uit de running natuurlijk. Ja. Dat scheelt denk ik wel, maar het blijft wel echt een doodsmak. Ja. En ook op het moment zelf, hoe die daar lag, dat was gewoon. Ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, maar ik dacht wel, hier legt iemand. Maar wat denken jullie, hoe zit dat dan met de schrik als je terugkeert? Jullie zijn zelf ook hard gevallen. Ja, de sporen natuurlijk zitten nog op mijn arm van Zwolle, inderdaad. Ja. Maar de eerste volgende keer dat je op die fiets stapt. Ja, in Zwolle viel ik twee keer, dus ik moest gelijk de knop omzetten. En dat moet je gewoon doen. Je moet er niet mee bezig zijn. Het is een risico wat erbij zit, maar het hoort niet bij het wielrennen. Veel mensen zeggen, het hoort erbij. Ik zeg, als er in de wedstrijd niet gevallen wordt, betekent niet dat de wedstrijd niet geslaagd is. Maar het is gewoon een risico. Iedereen moet er gewoon bewust mee omgaan en met respect voor elkaar hebben, want dat scheelt al heel veel. Ja. En dan, Maar hoe zit dat met dat respect? Want je hoort nu van de oudere renners die zeggen van het wordt meer en meer kamikaze. Hoe kamikaze is het? Ik denk dat het in een sprint soms wel echt op leven en dood gaat. Dat het echt gewoon zo gevaarlijk is dat sommige jongens wel zeggen van ik hou het voor gezien dit keer. Ja. Want als ik me ertussen meng, want laten we zeggen, wij als kleine ploeg hebben vaak best wel last van dat we, laten we zeggen, precies in die driehoek zitten, die gevaren driehoek. En dat wij echt moeten dringen voor een plekje. En je hebt vaak hele sterke teams die kunnen een treintje opzetten. Ja. En die kunnen, laten we zeggen, iedereen van voor houden. En dat is bij ons soms heel moeilijk. En dan moet je soms
Of je moet de knop omzetten van ik ga er helemaal voor om die dood sprint te rijden. Ja, dood of de gladiolen. Of je moet zeggen van nou, het is voor mij. Ik kan nou voor een 19e plek sprinten, maar ik vind het voor mezelf wel oké, dus ik laat me er even tussenuit zakken. Ja, wat Marijn omschrijft, die gevarendriehoek, vind ik inderdaad mooi gezegd. Want wij hebben niet die treintjes, maar we worden wel, ja, het wordt wel van ons verwacht dat we er ook ons in mengen. En dan is het deels dat wij natuurlijk het moeten en het willen, dus wat meer risico pakken. Maar veel World Tour renners hebben ook zo het gevoel van, hey, ja, dit is mijn plek, je gaat maar aan de kant. Je zag het Benatti bijvoorbeeld nog doen afgelopen weekend, die echt iemand probeerde in het Tirreno. Dus het moet van twee kanten komen. Ja. De World Tour renners moeten ons ook het plekje gunnen, want als jij ook 60 kan rijden, heb jij net zoveel recht op dat plekje als een World Tour renner. En wij moeten er ook van bewust zijn, wij hoeven het ook niet met een elleboog te doen. Maar als een World Tour renner al zoiets heeft van ja, jij mag hier niet, ja, dan moet je je elleboog gaan gebruiken. Maar dan gaat het al de verkeerde kant op. Dus. Ja, en Benatti is een oude rot, dus. Ja, die moet niet het goede voorbeeld zien. Nick, laten we eens even kijken naar de stelling van de week. Er zijn een paar vragen binnengekomen, inderdaad. Zoals Claudia Bakker. Ja, laat maar even één keer herhalen. De stelling van de week luidde. Ging over het weerprotocol. Kritiek op het toepassen van de extreme weerprotocol is gepast. Zoals Nibali heeft gedaan. Die heeft zich erg uitgelaten over het feit dat de wedstrijd een dag van tevoren is afgelast. En er ging kijken op de dag zelf. En het bleek mee te vallen. Het bleek uiteindelijk zeer mee te vallen. Ja. Wat zijn de reacties? Nou, Claudia Bakker, die kennen we nog in deze show. Die reageert op Twitter en die is het eens met de stelling. Dus die vindt dat het kritiek mag. Er zijn te snelle oordelen, die leiden tot discussies. Zij geeft als optie aan 's ochtends een keuze maken en dan eventueel met een alternatief komen tijdens die ochtend en niet al een dag van tevoren. Ja. Het is wel lastig, want ik heb ook, er was bijvoorbeeld Vinokourov, die heeft gezegd van ja, waarom doen we dan niet op maandag een bergrit? Maar dat vind ik dan vrij kortzichtig, omdat die wedstrijden worden georganiseerd. Je kunt niet in één keer zeggen, oh, dan doen we wat we allemaal zondag hebben georganiseerd, doen we maar maandag. Want dan zijn er ook andere, het bedrijfsleven, openbaar vervoer, wat er ook dan twee dagen last van heeft. Ja. Je moet het ook aan je mensen. Dan kan je wel afvragen hoeveel mensen er last van hebben op een bergtop. Maar maar ook die route daar naartoe. Ja. Ik bedoel, wij zijn allemaal wielerliefhebbers, maar er zijn ook heus mensen die vinden het belachelijk dat een hele stad of een hele straat. Mogen achter gewoon wijken voor de koers. Ja. Tuurlijk, maar van mij wel, maar die heb je ook. En hoe kijken jullie dan naar de reacties op een reactie als die van Nibali? Dus er was eentje van Bram Meijer. Bram Meijer, die noemde hem een egoïstische imbeciel. Ja. Nou ja, dat gaat misschien te ver, maar ik vind wel. Ik vond altijd van Nibali dat het een slimme jongen was. Rustig, die goed nadenkt over de dingen die hij zegt. Vond deze uitspraak echt gewoon volkomen onnozel, om het zo maar te zeggen. Want RCS organiseert natuurlijk de Tirreno, maar organiseert ook de Giro. Die wilde die boycotten. Maar wat heeft de Giro met de Tirreno te maken? Ja. Nou, wel mooi dat een Italiaan zich tenminste wel uitspreekt en over een Italiaanse Maar is dan één rit die niet doorgaat, moet je dan met Rex zeggen, ga ik de Giro ook niet rijden? Hij want dat zijn overwinning denk ik is afgepakt en dat dan die frustratie, je moet dan nog voorzichtig zijn met je uitspraken, maar ja, voor hem is er nu een mooie, grote, dat is de grootste kans dat hij daar Je weet natuurlijk niet of hij het zeker. Maar misschien is een optie, maar organisatorisch blijft het nog lastig, maar voor de risico-etappes, zeker met sneeuw en regen en wind, dat er een plan B staat voor de dag zelf. Maar overal ook plan B voor inbouwen. Maar hebben jullie wel eens in ritkoersen gezeten of wedstrijden waarvan jullie dachten, dit weer is echt onverantwoord om in te koersen? Nou, vorig jaar hebben we wel in Normandië gereden, die etappe van 210 kilometer. Volledig in de regen. Alleen maar regen, tegenwind en 3 graden. Dus dan word je doornat, dus dan lijkt het ook dat het min 10 is. Samijn was misschien wel een mooi voorbeeld in de laatste weken. Ja, nou, Samijn niemand over dan, hè? Nee, Samijn was niet slecht. Samijn was wisselvallig, dus je waaide weer droog en er was weer even een buitje. Dus het was wel een strijd en dat maakte de koers ook wel weer heel mooi. Maar daar was het nog te doen. Daar reed je ook op, Heb ik ook gereden. Dus het was qua weer
goed te doen. Het was niet lekker weer en het was echt wel zwaar, maar je kon tussen de buien door even iets droogs aantrekken en dan bleef je ook wel een tijd droog, want het was niet constant aan het regenen. Maar wat Marijn zei van Normandië, dat was echt 200 kilometer aan één stuk regen en ook nog tegenwind, want het was gewoon een etappe in lijn. En toen zag je na 5 dagen zaten er misschien nog maar 60 renners in koers. Oh, en dan zijn ziek. Iedereen, meer dan de helft is ziek geworden. Ja. En bijna allemaal hetzelfde, allemaal een soort van darmlopen, ja. Darmkrampen. Gewoon omdat het... jullie hebben natuurlijk weinig weerstand. Jullie zijn topsporters. Ja. Daarom ontstaat dan zoiets? Daarom is die klacht dan ook zo massaal? Denk het ook wel, ja. Een andere wedstrijd, ik ga even een bruggetje maken, waar het het verleden wel eens flink heeft gespookt en waar het misschien zaterdag wel kan spoken, is Milaan-Sanremo. En als het goed is, hebben we nu iemand aan de lijn die daar zaterdag aan deelneemt. Ja, Tom Jeltenslachter, goede avond. Goedenavond. Heb jij eigenlijk al de weersverwachtingen bekeken voor komende zaterdag? Ja, dat doe ik al de hele week. En wat zeggen ze? Stemmen ze jou gelukkig? Ja, ze stemmen mij gelukkig. Ze geven goed weer voor zaterdag, gelukkig. En wat betekent goed weer voor Tom Jeltenslachter? Is dat juist regen? Nee, geen regen. Nou, moet ik zeggen, ik vind regen nog niet zo heel erg. Maar als het koud wordt, kan ik niet zo goed tegen. Ja. Dus maar ze geven bij de finish in Sanremo volgens mij 15 graden met een zonnetje. Heerlijk. Dat kan wel heel mooi zijn. Nou, ben je dan juist niet bang dat er te veel mensen mee kunnen komen over alle heuvels in, die op de route liggen? Nee, ik denk dat... Kijk, als ik voor me persoonlijk kijk, maakt dat geen verschil. Want ik kijk toch naar wat het beste voor mij is. Ja. En misschien dat er een hoop zijn die met kou en regen er niet meer bij zijn. Maar goed, als ik er dan zelf niet meer bij ben, dan heb ik er ook niks aan natuurlijk. Ja. Dus die koers is zo lang. Ja. Als het dan vanaf begin koud en regen is, dan neemt dat gewoon zoveel energie van je. Dat in de edities die ik heb gereden, was het ook slecht weer. En dan was ik telkens in die finale, was het beste er wel vanaf. Dus ik hoop, ook nu ik een paar jaar ouder ben, dat ik en met wat goed weer die finale wel kan doen. We hadden het hier net uitvoerig over dat weerprotocol. Ja, ben jij eigenlijk kind van de rekening geworden wat dat betreft? Want afgelopen week nam je deel aan Parijs-Nice. En juist de etappe die jij had aangekuist of juist moeten liggen, werd afgelast. Klopt. Ja, dat was natuurlijk voor mij was dat hartstikke jammer. Want dat was eigenlijk de enige etappe op papier die mij sowieso zou liggen. Maar ja. Goed, helaas. We zijn niet aan die klim toegekomen. Dus ja, dat zullen we nooit weten. Maar voor mij persoonlijk was dat zeker heel jammer. Ja. Is dat dan zo'n dag, een heel dag chagrijnig omdat het niet door kan gaan? Of kun je daar wel overheen zetten? Nou, de rest van de dag. Kijk, in het begin toen we ook van start gingen, toen was het plan gewoon dat we zouden finishen. Want toen wisten we dat nog niet. En toen leek alles nog goed te zijn, zeg maar. Maar op het moment dat hij dan geneutraliseerd wordt, toen waren we het er allemaal wel over eens van dit is het beste. Dus dat dacht ik toen zelf ook wel, want er lag echt wel veel sneeuw. En in de afdaling was dat eigenlijk geen doel geweest. Maar als je dan na 100 kilometer in de bus zit, dan denk je, nou, dit was wel mijn etappe. Dus dan baal je daar zeker een tijd van. Ja. Zaterdag dan maar op revanche. Ja, dat ga ik zeker proberen. Wat is jouw rol binnen de ploeg? Mag je volledig voor eigen kans? Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik nog niet met helemaal zekerheid zeggen. We hebben wel een paar goede mannen. Ook voor in de finale. En ik moet erbij zeggen, wat ik net ook zei, dat ik in het verleden daar nog geen finale heb gereden of ereplaats. Dus het is niet zo dat ik kan zeggen, nou in Sanremo zit ik er sowieso bij. Dus ik weet nog niet. Misschien is het ondersteunend. Of ik hoop in ieder geval iets in de finale te kunnen doen. En of dat dan ondersteunend is of voor mezelf, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Want in hoe goede doen ben jij? Nou, ik voel me goed eigenlijk. Ik voor wat ik ook wil, ook voor de klassiekers, sta ik er goed voor. Ja. En in Parijs-Nice was het gewoon vreselijk afzien, ook voor mij op die langere klimmen. Die zijn toch allemaal wel 5-6 kilometer of langer. Dus dat is gewoon afzien. Maar die klimmetjes daaronder, die wat korter zijn, die gaan op het moment wel goed. Dus ik hoop dat ik dat in Sanremo ook kan laten zien. Ja. Blijf heel even hangen, want we hebben een kijkersvraag voor je. Via onze website is er een kijkersvraag binnengekomen, Tom Jelte. Je spreekt net over je eigen kansen. Ook of je eventueel in dienst gaat rijden, finale van Milaan-Sanremo. Hoe is de hiërarchie veranderd sinds het vertrek van Daniel Martin in de ploeg? En hoe sta jij daar nu in? Goeie vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat op dit moment merk ik daar nog niet zo heel veel van. Ook omdat we nog relatief vroeg in het jaar zitten natuurlijk. Kijk, bij de klassiekers wisten we natuurlijk met Dan erbij.
dat je iemand hebt die ze kan winnen. En straks als we eenmaal daar zijn, dan zal dat zeker wel even anders voelen, omdat hij er niet meer bij is. En in die zin, omdat ik er nog wel ben, is het voor mij natuurlijk simpeler. Omdat ik dan sowieso niemand heb als Dan, waar ik, als het erop aankomt, op het laatst voor moet knechten nog. En daarentegen hebben we wel een paar goede mannen ook bij gehad, zoals Simon Clark, die al een koers heeft gewonnen. Dus ik denk dat we wel heel goed kunnen zijn in de finales. Maar ja, de absolute kopman die we hadden, die is wel weg. Dus ja, dat zullen we straks wel... Goed nieuws voor jou in die zin. Wat zei je? Ik zeg goed nieuws voor jou. Nou, ik moet zeggen dat we elkaar nooit echt in de weg hebben gereden. Nou. Want het jaar dat ik vijfde werd in de Waalsepeil, werd hij volgens mij tweede of derde. En dat beet elkaar totaal niet. Maar als het op knechten aankomt natuurlijk, dan is dit voor mij wel iets vrijer. Dus dat is wel zo. Ja, en Tommy Jelte, je hebt natuurlijk die koers al vaker gereden. Je rijdt natuurlijk in het profpeloton, je weet op dit moment wie goed zijn. Maag je eens aan een kleine voorspelling? Wie gaat het podium, het hoogste schafotje beklimmen zaterdag? Ik denk, dat moet er één noemen. Van mij mag je er ook drie noemen, maar er kan er maar één op de eerste plaats staan natuurlijk. Ik denk dat Cancellara een goede kans maakt. Want die rijdt op het moment heel hard. En dat heeft hij in het verleden wel eens bewezen. Hoe hij dat in Sanremo ook kan laten zien. Maar ik denk dat Sagan en Van Avermaat er ook dichtbij zijn. Ja. Er is altijd, Milan Sanremo komt direct ook de discussie van wat is nu de beste voorbereidingswedstrijd. Is dat die Tirreno op Parijs-Nice? Jij hebt ze beide al eens gereden. Ja. Wat betekent dit ook nu jij in Parijs-Nice bent gestart, dat dat voor jou de beste voorbereiding is? Zo hadden we deze koers niet voor mij uitgestippeld. Hoor, met het oog op Sanremo, maar puur... Op die wedstrijd zelf. En ik denk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Normaal zitten er hele lange etappes in Tirreno. Ja. Maar volgens mij hebben we dit jaar... Ik weet niet hoeveel... Wat de langste etappe daar dit jaar is geweest. Maar in Parijs-Nice hadden we drie op een rij van rond de 200. Dus ja, dat is op zich ook niet verkeerd. En we hebben hard gekoerst elke dag. Dus ja, ik denk dat Parijs-Nice ook zeker een goede voorbereiding is. Ja. Laatste vraag. Dan gaan we nog veel verder vooruitblikken naar komende zomer. Want onlangs ontvingen wij berichten dat die Tour de France voor jou zomaar dit jaar eens een debuut zou kunnen betekenen. Hoe zeker ben jij al van de selectie? Nou, ik heb hem al eens gereden. Sorry, 2014. Ja, uiteraard. Maar opnieuw in nu voor deze... Opnieuw, ja. Nou, de kans is denk ik is best wel groot. Ik zit in de voorselectie en dat zijn denk ik 11 man ongeveer. Of 12 misschien. Maar dat gaat in principe hetzelfde als in 2014. Toen stond ik ook in de voorselectie. En toen had ik een goed seizoen, een voorseizoen. En ja, als het niveau dan goed is, dan ga ik mee. Dus ja, dat is dit jaar ook zo. Als alles volgens plan gaat, dan doe ik de Tour weer. Goed. We blijven je volgen. Succes komende zaterdag. En dank Prima. Voor je tijd. Dankjewel. Oké, dag. Wie stelde de kijkersvraag? Aardappeljager op onze website. Ah. Die heeft een account. Ik weet niet wie het is. Nee, maar wel een goede vraag. Dus meteen maar even erin gegooid. Dan gaan we nog eens even naar die Sanremo. Dit jaar iets korter dan andere jaren. 291 kilometer slechts. Nog lang. Ten opzichte van de 393 de afgelopen jaren. 2 kilometer ingekort omdat er een paar nieuwe wegen zijn gekomen. Las ik op de website van de organisatie. Zou er überhaupt een prof zijn die dat op een dag traint? Zo lang als Milan Sanremo is en was? Ik denk misschien dat je er altijd wel een paar hebt tussen zitten. Misschien de uren, maar de kilometers denk ik. Wat is jullie langste training eigenlijk geweest? Een kilometer of een uur? Dat scheelt ook wel. Nou ja, zeg ze beide maar. Denk met de Rabobank in uren. Iets van 7 uur en een kwartier dat we toen hadden. Maar toen was het als ik me niet vergis, in Duitsland. Dus veel hoogtemeters. Mm-hmm. Nou, dat is langer dan Milan Sanremo vorig jaar. Hier 6 uur en 3 kwartier. Ja. Oh ja, inderdaad. Dus ja, het is wel heel soms zijn en het is wel zo gek om zo veel uren te trainen. En is kilometers... het een duurtraining, Piotr, of? Dat was wel, want dan ga je om in zo'n training ook blokken te gaan doen, dat wordt net te zwaar. Dus dan is het echt puur duurtraining. En door de klimmen zit er al wel een beetje interval in. Maar de nadruk ligt echt op de duur in dat opzicht. En qua kilometers op een training, ja, wel boven de 200, maar hoeveel, weet ik niet. Voor jou, Marijn, hetzelfde?
Nou, ik was toen die 7:15 niet mee geweest, want dat vond ik eigenlijk iets te lang. Ja. Dus nee, 6,5 denk ik dat het wel het langst is. Ongeveer 6:03, maar dat gebeurt ook echt maar één keer in het jaar of zo, dat je echt zo'n uitschieter heeft. Maar of het zin heeft, dat weet ik niet. Ik denk als je 5,5 uur traint, dat het wel lang genoeg is, tenminste. Ja. Dat vind ik wel lang genoeg. Absoluut. Voor komende zaterdag weten we in ieder geval één ding zeker, dat we een andere winnaar krijgen. Tegenkop er niet bij. Vandaag wel laten weten, eigenlijk slecht nieuws voor hem, dat zijn herstel nog wat langer gaat duren. Dat zal pas ergens in mei zijn dat hij kan terugkeren. Is nog redelijk rap als je bedenkt dat je pinker eigenlijk gewoon af lag. Ja. Ja, als dat dan helemaal weer hersteld is en werkt. Ja. Renners die we wel kunnen verwachten. Jury? Ja, ik denk dat we toch wel Tommy Jelten noemen hem volgens mij net ook, noemen hem niet, overigens Christophe kunnen verwachten. Waarvan Degenkolb heeft gezegd, die gaat mijn opvolger worden. Won natuurlijk eerder al 2014. Was heel goed vertrokken in het Midden-Oosten. Moet zeggen, hij reed Parijs-Nice ook, dacht ik. Ja. Daar vond ik hem eigenlijk een beetje tegenvallen. Ja, daar kwam hij er eigenlijk niet aan te pas. Ja. Nasser Bouhanni, die echt een heel duidelijk doel heeft gemaakt van deze wedstrijd. En voor de andere namen denk ik dat het goed is als we ons want er zijn alle vier aan twee namen die wij niet in de voorspelling in ieder geval zijn terechtgekomen voor deze wedstrijd. Jullie hebben eigenlijk allemaal een andere naam gekozen. Laten we beginnen met Marijn. Weet je nog wie je hebt gepakt? Ja, volgens mij is Sagan. Dus. Kijk, mooi in zijn shirtje Tirreno Adriatico. Ja. Maar ik hoop eigenlijk op een outsider. Dat vind ik altijd wel mooi als een outsider zo'n wedstrijd wint. Maar als je geld in zou zetten dan? Ja, ik heb niet zoveel geld. te vaak verkeerd gegokt. Nee. Sagan wint, moet je ook niet gokken, hè? Dan maar wel altijd tweede. Ja, precies. Maar een outsider, een mooie outsider, wat is dat volgens jou? Ja, ik weet niet of Lars Boom meedoet. Of dacht het niet. Nick, ik denk het niet. Ik ga er niet vanuit. Dus nee, ik zou het verder niet weten eigenlijk. Ja. Zou voor Sagan wel een mooie manier zijn. Hij rijdt wel? Hij rijdt wel. Nou, dan ga ik voor Lars Boom. maar het zou wel een mooie manier zijn van Sagan om toch die bittere pil... Om dan maar direct zo'n grote koers in te die ongetwijfeld heeft door te slikken van deze Tirreno. Om het dan gelijk te pakken. Piotr, wie kies jij? Ja, ik zat heel lang te denken aan Cancellara, omdat hij natuurlijk al een paar keer mooi heeft gewonnen. Een paar keer. Moet ik even mijn wielergeschiedenis. Hij heeft sowieso in 2008 gewonnen en ik meen ook nog de tweede keer. En veel op het podium natuurlijk. Ja. En nu gaat hij misschien iets meer naar de outsiders, maar aangezien zijn vorm gaat hij zeker gaat hij het kunnen doen. En wordt hij echt wel bij de hele gevaarlijke outsiders. Maar omdat Tom Jelten hem al noemde, zal ik dan nu zeggen Bovens van Hagen. Want daar ben ik ook wel weer van onder de indruk. En ja, dit is ook zo'n heuveltje en dan nog een keer sprinten. Dat kan die ook als een van de beste. Ja. Met name in het Midden-Oosten was hij behoorlijk sterk bezig. Ja, maar ook op die klimmetjes wel. In Parijs-Nice reed hij ook, dacht ik. Dat, goede keus. Jury? Voor mij bestaat er geen twijfel. Ik ga maximale inzetten. Ik heb ook niet zoveel geld, maar wat ik heb, zou ik inzetten op Michael Matthews. Ja. Die was ik toch echt van onder de indruk. Reed zijn eerste koers pas met Parijs-Nice. Wint gewoon de tijdrit. Klopt Dumoulin, die al meer competitie in de benen heeft. Wint vervolgens na de disqualificatie van Bouhanni en rit. En gewoon ook in die heuvels dat hij goed reed. Misschien een beetje Australische bravoure. Zei Parijs-Nice kan ik misschien ook wel winnen. Dat bleek dan te hoog gegrepen. Maar schrijf hem zeker op voor... Hier in zijn groene sprinttrui in Nice. Werd vorig jaar ook al tweede, dus waarom niet? Hij zou als een kangaroo het klimmetje overspringen. En dan nog iets naar de sprinten. Ja. Maxime, jij dan? Ja, ik vond het toch ook wel een lastige Christophe... is een voorhand liggende naam, maar ik vond toch wel een man die we normaal gesproken in Parijs vorig jaar, met name in Parijs-Nice, zagen rijden. Denk van ik ga eens voor een minder voorhand liggende naam, en dat is namelijk Tony Gallopin. Hier in het mooie shirt van Fix. Wat was het, Fix? Lotto Fix. Ja, Lotto Fix al voor Parijs-Nice in een speciaal tenuutje. Vorig jaar ook al top 10
in Sanremo. Negende, dacht ik. Negende, inderdaad. En het is zo'n renner. Als het op sprinten aankomt, dan gaat het hem niet worden. Dan heb je inderdaad de Sagans en de Matthews die hem veel te rap zijn. Ja, of okay, Christophe maar, natuurlijk. Als hij gaat en ze kijken even naar hem, dan pak je hem. Maar goed, na 291 kilometer zegt men altijd dat het een andere wedstrijd is. Handen dus, ineens slaan met Cancellara. Ja. Dan kan je een hele mooie koers zien. Ja. Ik denk alleen niet dat hij wint. Nou ja, we weten het. Zaterdagmiddag. De uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd die lees je vanaf donderdag op Wielenflits. Zijn we er doorheen voor vandaag? Nou, ik weet niet of Potter nog iets te laten zien heeft. Ja, natuurlijk. Ja, we vergeten het bijna. We vergeten het bijna. Het is toch goed iets, zegt, toch iets wat nog niemand eigenlijk echt gezien heeft. Nee. We hebben foto's gezien. Klopt. Nou, pak hem maar bij, Potter. Ja. Want wat mensen misschien niet weten, dat jij stage loopt. In ieder geval werk nu bij de KNU. Aan het afstuderen ben ik bezig met afstuderen bij de KNU. Welke studie? Sportmarketing en management aan de Hogeschool Rotterdam. En nu volle bak aan het afstuderen bij de KNU op het onderwerp fan engagement. Ah, dus kijk. Voor de geïnteresseerden, mensen die tips hebben, altijd welkom. Ja. En hier naar de studio gekomen met een mooi primeurtje voor ons. Ja, ik zal hem er even bij pakken. De enige echte trui voor Rio, waar de Nederlandse selectie in gaat rijden. Hij kleedt wel mooi af. Ja, dat gaat zeker. Ik heb hem gepast, maar hij is net iets te strak. Dus ik denk dat dit het vrouwenmodel is, overigens. En Iris Slappendel heeft het ontworpen. En ja, ik vind het er heel flitsend uitzien. Ja, prachtig. Ja, zeker mooi het oranje. En de leeuw bestaande uit... De leeuw bestaat uit allemaal uit Nederlandse logotjes. Ook een paar keer het KMU-logotje heel klein erin. Maar ja, de trotse leeuw. En de Nederlandse cultuur in één. En de vlag en oranje. En zwarte broek eronder. Als zwarte broek om het echt mooi af te kleden. En ik denk, ze gaan er niet slecht bij fietsen. Nee, hier gaan dus niet. En de wegrenners, de baanwielrenners en de mountainbikers in fietsen. Oeh, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ik neem aan van wel. Want dit is zo'n mooi design, dat moet gewoon overal te zien zijn. Rio zal nog iets te vroeg voor jullie zijn. Ja, ja, helaas wel. Maar het is daarna in Tokio, meen ik. Ja, dus de zomerspelen, 4 jaar later. Het zal een mooie doelstelling zijn. Nou goed, laten we dan als Wielenflits Live dan eens daar uitgebreid op vooruit gaan blikken. En ik wil jullie de komende tijd gaan volgen. En deze geven een plekje in ons decor. Ja, absoluut. Dat is een cadeautje voor jullie. Nou, samen met de mokken. Hartstikke leuk. Maar, ja, hartelijk dank daarvoor. Leuk dat jullie er waren. Nick, laat nog eens even één keer kijken naar de eindstand van de peiling en de stelling. Ja, nou, de stelling was natuurlijk kritiek op het toepassen van het extreem weerprotocol is terecht. Er is weinig veranderd in de uitslag. 60-40, 60% is het ermee eens dat de kritiek terecht is van onder andere Vincenzo Nibali op het toepassen in Tirreno was dat. Dat is eigenlijk het verdict. Ja, dus hoewel de kritiek uiteindelijk was op de kritiek van Nibali, is toch het merendeel daarmee eens. Ja, klopt. Goed, dan zien we jullie graag volgende week weer terug. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om niks te missen van al het moois wij maken. Er komen deze week nog een aantal exclusieve interviews op ons YouTube-kanaal. En wij zien je graag volgende week weer terug bij Wielenflits Live.